Het boek Daniël, zoals wij dat kennen, is voornamelijk samengesteld in de 2e eeuw voor Christus. Het bevat enerzijds volksverhalen over de wijze Daniël, die in de 6e eeuw voor Christus als balling in Babylonië leefde, aan het hof van koning Nebukadnezar en zijn opvolgers. Deze Daniël was een tijdgenoot van Ezechiël en Jeremia. Ezechiël noemt Daniël in zijn boek een rechtvaardige en een wijze man. Anderzijds bevat het boek een aantal apocalyptische visioenen die gebaseerd zijn op de situatie in de wereld tijdens de 2e eeuw voor Christus. Deze Daniël behoorde tot een voorname familie uit Jeruzalem. De naam Daniël betekent: mijn rechter is God. Daniëls Babylonische naam is Belteshazzar. Die naam betekent waarschijnlijk: bescherm het leven van de koning. Volgens Daniël werd hij in het derde regeringsjaar van koning Joachim, het is in 605 of 606 voor Christus, naar Babel overgebracht. Daniël was toen nog erg jong. Daniël is bekend om zijn wijsheid en omdat hij trouw blijft aan de Joodse wetten, terwijl hij leeft in een niet-Joodse cultuur. Dan enkele verhalen over Daniël. Eén daarvan is dat van droomuitlegger. Op een dag heeft koning Nebukadnezar een droom. Alleen Daniël kan die droom navertellen en uitleggen nadat hij eerst samen met zijn vrienden tot God gebeden heeft. Vanaf dat moment komt Daniël bij de koning in de gunst en krijgen hij en zijn vrienden een plaats aan het hof. Zijn uitleg van dromen en visioenen voorspellen hoe het met de macht in het rijk zal gaan. Een ander verhaal gaat over Daniël in de leeuwenkuil. Daniël blijft aan het hof, ook al komt er een nieuwe koning. De andere adviseurs van de koning willen Daniël graag uit de weg ruimen. Ze zijn jaloers op zijn wijsheid. Daarom laten ze de nieuwe koning Darius een wet opstellen waarin staat dat niemand een verzoek tot een god mag richten. Als Daniël daarna toch tot de God van Israël bidt en betrapt wordt, wordt hij voor straf in een leeuwenkuil gegooid. God stuurt zijn engel om hem te redden. Koning Darius straft de andere adviseurs en hij beveelt dat iedereen in zijn rijk vanaf dat moment ontzag moet hebben voor de God van Daniël. Daniël was een man van gebed. Gebed kenmerkte hem vanaf zijn jeugd tot in hoge ouderdom. Elk probleem besprak hij met zijn God. Zijn trouw in het gebed bracht hem in de leeuwenkuil. Dat risico nam hij bewust, maar in vertrouwen op God. Opvallend is zijn gebed in hoofdstuk 9, dat ons toont dat het Daniël niet in de eerste plaats om zijn eigen behoeften ging, maar om die van zijn volk. Dit gebed is een voorbeeldgebed voor gelovigen. Susanna, een knappe vrouw, wordt ten onrechte van overspel beschuldigd. Ze wordt ter dood veroordeeld door twee oudsten. Maar Daniël redt haar van de dood door zijn wijze vragen aan de oudsten. Dit verhaal illustreert de betekenis van de naam Daniël. God doet recht. Laat ons bidden. Heer, u bent een grote en heilige God. U doet wat u beloofd hebt. U bent goed voor de mensen die van u houden en die leven zoals u het wil. Maar wij gaan zo gemakkelijk in de fout. Toch wilt u ons helpen, Heer onze God. U wilt ons vergeven. Ook al hebben wij ons tegen u verzet en ook al hebben we niet naar u geluisterd. Wij bidden u, wees ons genadig, zoals u Daniël genadig was toen hij zich in de leeuwenkuil bevond. Amen.